Op een gegeven moment merkte ik dat ik dus deze kant van Overijssel toch tegenwerking was. Want er staat gewoon een rode vlag achter mijn naam. Daar ben ik nog steeds kapot van. Ik heb zoveel jongeren geholpen uit die wereld en meiden gered. En dan schreef ze zo'n inleiding in een brief wat gedeeld is met 14 gemeentes. Ja, doordat ik de rekeningen niet meer kon betalen, moest ik bijna mijn huis uit, weet je. Niel Brinkhuis is een man met een roerig verleden. Hij werd als kind zijnde geadopteerd en kwam in Twente terecht. Toen hij op jonge leeftijd zijn beide adoptieouders verloor, zocht hij een familiegevoel. Dat vond hij bij motorclub Satudara. En in diezelfde tijd belandde hij ook in de onderwereld. Toch ontworstelt hij het criminele circuit. Waarom eigenlijk? Ja, meerdere factoren. Maar uiteindelijk ben ik in een detentie beland. Waardoor ik eigenlijk mijn hele gezin kapot heb gemaakt. Detentie gezeten en daar heb ik echt nagedacht over zoveel dingen in mijn leven. En daar ben ik als het ware ook gescout, zeg maar, door bewakers, dat ik meer in mijn mars had. En toen dacht ik van, de geboorte van mijn zoontje in die periode toen ik vast zat, ik dacht van, ik stap eruit en ik ga een andere kant op. Hij duikt in het jongerenwerk, want Niel wil jongeren met zware problemen helpen. Maar eigenlijk werd ik vaak ingezet waar het eigenlijk onbereikbaar was. Dus waar jongeren, zeg maar, heel moeilijk te bereikbaren was, waar veel onveiligheid was, overlast. Ouders die in het hand in het haar zaten, ook professionals die me niet meer wisten van hoe moeten we dit aanvliegen. En juist ook vanuit mijn ervaring wou ik daar wat in betekenen. Ja. Het is 2012 als Niel uit motorclub Satudara stapt. Hij besluit THC-coaching op te richten. Een eigen bedrijf waarmee hij jongeren met zware problemen op het rechte pad wil krijgen. In het eerste jaar werkt Niel zonder VOG, maar in 2015 krijgt hij deze alsnog. Door de jaren heen merkt Niel dat het steeds lastiger wordt om aan nieuwe opdrachten te komen. Ook het verlengen van lopende trajecten gaat steeds moeilijker. Maar waardoor dat komt, dat blijft nog een raadsel. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik dus deze kant van Overijssel toch tegenwerking was. Dat ouders bijvoorbeeld mee bellen en overstuur waren van Niel, we proberen jou al maandenlang te krijgen. We mailen jou naar een weekkoers. En toen dacht ik, hè? Ik zeg, ik krijg geen eens een mail meer, weet je wel. Dus ik merkte dat klopt dus niet. Totdat in 2019 het RIEK een rapport over Niel maakt. Hierin wordt Niel als een agressieve en intimiderende man neergezet. Dat op basis van meldingen van gemeentemedewerkers, maar ook op basis van zogeheten politiemutaties. En dan stopt het werk van Niel in. Ja, ik ben nog steeds kapot van hoe dat zo is gegaan. En vooral als je dan de inleiding in die rapport leest, van de RIEK, zeg maar. Van dat het niet uit te sluiten is dat Niel jongeren recruteert voor ondermijnende activiteiten. Ja, dat hakte er wel in. Daar ben ik nog steeds kapot van. Ik heb zoveel jongeren geholpen uit die wereld en meiden gered. En ouders wel geholpen, weet je, uit ernstige situaties. En dan schreef ze zo'n inleiding in een brief wat gedeeld is met 14 gemeentes. En nu kom ik erachter dat het landelijk breed wel is gedeeld, zeg maar. Want er staat gewoon een rode vlag achter mijn naam. Dus en dan denk ik, waar is dat op gebaseerd, weet je wel? Want net of ik een of andere criminele uitbuiter ben. Behalve meldingen van gemeentemedewerkers en mensen uit het werkveld, zijn er ook politiemutaties in het rapport opgenomen. Politiemutaties zijn aantekeningen in het politiesysteem. Het kan een waarneming van een agent zijn, maar kan ook een burgermelding zijn. Het blijkt dat Niel meer dan 10 meldingen op zijn naam heeft staan. Meldingen die niet zijn gecheckt en waar Niel ook niet over is gehoord. Er is dus geen strafrechtelijk proces geweest. En toch wordt de informatie gedeeld met andere partijen. Informatie die dus niet is gecheckt. Rechtsgeleerde Tijmen Wisman is als docent verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij zet zijn vraagtekens bij de gang van zaken. Dat lijkt me heel kwalijk. Hè? Het lijkt er inderdaad op dat er een soort proces is waarbij op basis van een gewone melding, die iedereen kan die in principe doen, dat wordt opgenomen in een bepaald systeem en dan wordt dat voor waar aangenomen. En dat betekent concreet dat roddel en achterklap hele destructieve gevolgen kan hebben voor iemands leven. En als je beslissingen neemt met hele ingrijpende gevolgen voor iemand, dan moet dat wel gerechtvaardigd zijn. En dan moet je ook zeker weten dat die informatie juist is. En dan moet er dus ook een proces zijn geweest waarin de juistheid van die informatie wordt vastgesteld. Bij voorkeur natuurlijk bij een rechter. En dat is niet gebeurd. Ik ben eigenlijk alles kwijtgeraakt, weet je wel. Mijn alles eigenlijk, ja, op elk gebied. Dus mijn bedrijf is kapot gegaan.
ja, doordat ik de rekeningen niet meer kon betalen, moest ik bijna mijn huis uit, weet je. En ik had al met de belasting een afspraak, kon ik niet nakomen. Nou, tel dat maar eens op na 5 jaar. En ja, alles met elkaar. Je ziet het wel vaker terug. We kennen natuurlijk de toeslagenaffaire. En daar zag je ook dat burgers die in een database van de Belastingdienst stonden geregistreerd met het label opzet grove schuld, OGS, wat ja, eigenlijk werd geïnterpreteerd als fraudeur, dat die melding die werd ook weer gedeeld bijvoorbeeld met de gemeente. En op basis van die melding kregen mensen geen toegang bijvoorbeeld tot schuldhulpverlening. En mensen waren in dat geval er ook helemaal niet van op de hoogte. Heel vaak zijn het onzichtbare gegevensuitwisselingen. En ja, ik denk dat we dus waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg kennen. Mijn gegevens zijn door heel Nederland gegaan met dit verhaal. Dus ja, ik vind dat niet normaal. Ik vind het echt asociaal dat het mag. Kijk, als het nou geverifieerd zijn en wat dan ook, dan denk ik van oké, maar dit kan toch niet zomaar?